Maar nu de dag na Nederland-Oostenrijk. Ik denk dat de meeste Nederlanders hadden verwacht om wakker te worden met eigenlijk de nummer 1 positie in de groep. Maar het enige wat ik nog in mijn hoofd heb zijn de Oostenrijkers die zingen Gruppensiege, Gruppensiege. Hoe ben jij wakker geworden vanmorgen? Over het algemeen wel goed. Alleen wel met een nare nasmaak, ja. 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 De supporters vol met goede moed in een hele lange fanwalk van 2 uur weer naar het stadion. Merkte je eigenlijk voor de wedstrijd al een beetje onderschatting misschien bij de Nederlanders? Onderschatting durf ik niet echt te zeggen, maar ik denk wel gewoon, zoals wij dat denk ik ook wel hadden, de verwachting dat we in ieder geval niet zouden verliezen van Oostenrijk. Kan je dat onderschatting noemen, dat weet ik niet, maar ik denk dat dit iedereen verrast heeft. Ik denk zelf ook wel, de Oostenrijkers zelf ook wel hoor. En het stadion in Berlijn, het staat mooi achter jou natuurlijk. Ben je hier al eens eerder geweest? Nee, het was de eerste keer, maar echt indrukwekkend. Hè? Ook van de buitenkant, bizar. En ik ben gisteren hier aangekomen lopend en dan moet je op een gegeven moment naar eerst de persruimte toe en daarna de perstribune. Nou, ik kan je vertellen, het is een hele marathon hoor. Maar echt een prachtig stadion. Jij hebt je stappendoel wel gehaald. Ja, zowel binnen als buiten. Ik vind binnen wel jammer die renbaan die eromheen ligt. Maar voor de rest, prachtig stadion wel. Daarom. Dan gaan we even over belangrijke zaken hebben. Oranje, Geertruida, Malen en Veerman in de basis bij Oranje. Je was niet helemaal te spreken over de opstelling van tevoren. Waar lag dat aan? Nou, ik vind sowieso, je moet dat is mijn mening, bepaalde patronen toch in je spel gaan krijgen. Bepaalde koppeltjes vormen. Dat je beter op elkaar ingespeeld raakt. En dan denk ik van, joh, blijf gewoon met je sterkste opstelling spelen. Die je ook tegen Frankrijk had. Zodat er wat meer merkheid aan elkaar wordt gevormd. Dus dat begreep ik al niet helemaal. En ook die rechterkant niet met Geertruida en Malen begreep ik eigenlijk niet. Ik vond met Frankrijk Dumfries, Frimpong wel aardig gaan. En nu zag je ook echt wel dat de rechterkant met Geertruida en Malen heel veel moeite hadden. Vooral de eerste helft, vooral de eerste 20 minuten werden ze echt overlopen. Dus dat vond ik bizar, ja. Ja. Ja, zeker ook omdat na 5 minuten Malen zelf de bal achter Verbrugge werkte. Hij liet zelf in eerste instantie zijn back lopen. Uiteindelijk de speler die de voorzet gaf, die hij dan achter zijn eigen doelman werkte. Het was geen goed begin voor van zijn basisplaats. Nee, hij liet de laatste man lopen en ik denk dat hij ook wel schrok. Dat hij dacht van, oh shit, die heeft in één keer zoveel ruimte. En dat hij het wilde herstellen door in de eigen 16 erbij te komen om toch ergens mee te helpen. Maar ja, dan zie je toch wel weer vaak de aanvaller die wil meeverdedigen. En dat het niet altijd lekker gaat. En dat zag je ook wel, want hij gleed de bal achter zijn eigen doelman. En een valse start wordt uiteindelijk ook gewoon een valse wedstrijd was uiteindelijk. En het was op zich, zeker ook op inzet, niet echt een verrassing dat Oostenrijk voorkwam. Nee, Oostenrijk pakte meteen al vanaf minuut 1 het initiatief. Klapte erop, veel overtuiging, veel inzet. En Nederland die stond erbij en keek ernaar eigenlijk. Zo kan je het wel een beetje concluderen. Malen had zelf zijn fout nog goed kunnen maken door een grote kans die hij kreeg te benutten. Reinders kreeg ook nog een grote kans op dat moment. Dus Oranje had wel de mogelijkheid om nog langzij te komen. Die van Malen moet erin. Die moet er echt in. En, zeker als aanvaller, ja, tuurlijk, 1-1. Als je die al maakt, dan kom je weer terug in de wedstrijd. Dan is het weer 1-1 en dan, ja, Dan zeker in dat moment van de wedstrijd kan je dan weer het initiatief gaan nemen. Maar en daarna ook inderdaad de kans van Reinders met zoveel weinig overtuiging. Volgens mij kon hij die bal zelfs nog even aannemen hoor. Hij had echt heel veel ruimte. Maar dat zat niet mee. Ja, in eigenlijk alle drie de groepswedstrijden had Oranje een hele hoop kansen in de wedstrijden. Maar ja, er werden niet veel benut. Is dat een patroon wat je eigenlijk terug ziet komen in dit Oranje? Ja, je mist ook een bepaalde scherpte, hè? Zowel achterin als ook voorin. En daar moet je eigenlijk wel een klein beetje zorgen om gaan maken. Want als de scherpte ontbreekt, en zoals nu ook je verliest een wedstrijd, ja, op een gegeven moment gaat dat toch wel tussen de oren zitten. Dus waar kan dat aan liggen? Is het gewoon dat je gewoon niet dan lekker in het toernooi zit op een of andere manier? Of is het kwaliteit? Ja, zeg maar. Dan na een half uurtje, een best wel opvallend moment. Het is er veel over gegaan, de Veerman-wissel. Ja. Wat vind je daarvan? Pijnlijk voor hem. Hè? Als je zo na een half uur
eraf wordt gehaald. Zeker omdat er ook wel bepaalde transferperikelen rondom Veerman zijn. Real Madrid wordt al genoemd, maar ja, ja, ze zijn een half uur zag tegen Oostenrijk. Ja, die club zouden misschien ook wel nu twee keer gaan nadenken van moeten we dit wel doen. Dus voor zijn jongen zal dat misschien ook wel meewegen, al denk ik dat niet. Ik denk niet dat hij daarmee bezig is, maar het is sowieso niet fijn. Hè? Voor hem was het nu de kans, was het nu de kans om weer zijn kans te grijpen op een middenveld. En hij speelde ook wel echt heel ongelukkig. Hè? Klopt. Leverde heel veel ballen in, kwam heel onzeker over. Vond ik al de eerste wedstrijd tegen Polen, vond ik hem ook heel onzeker overkomen. En dat werkt allemaal niet mee. En dan hoor je na een half uur... gewisseld, ja, voor Veerman is het klaar, man, dit toernooi. Die kan je niet meer gebruiken, man. Of het moet echt nooit gedwongen zijn, maar ik geloof niet dat Koeman hem nog gaat gebruiken. En als hij hem wel gaat gebruiken, dat gaat ook bij Veerman tussen zijn oren zitten. Hè? Van de eerste bal die hij gaat spelen, die moet goed zijn. Is hij ook al kut, gaat het ook weer tussen zijn oren zitten. En, dus ik denk dat dat wel klaar is, dit toernooi. Nadat bekend werd dat Frenkie de Jong niet mee kon naar het EK, begonnen veel mensen al naar Veerman te kijken als eigenlijk de beste middenvelder van Oranje. Heeft zijn gebrek aan vorm daar misschien ook mee te maken? Dat hij dan te grote schoenen moet vullen wellicht? Nee, dat denk ik niet. Dat verwacht ik niet. Ik denk niet dat hij daar echt mee bezig is. Ik denk dat hij er gewoon niet in zit. En dat hij gewoon bepaalde dingen ook zelf al wellicht onderschat heeft. Dat hij misschien onder de indruk is van alles wat er om zich heen gebeurt. Maar ik denk niet dat hij de Frenkie de Jong rol op zich wilt nemen of moet nemen. Ik vind juist dat Schouten dat op dit moment best wel goed invult. En dat het ook goed doet. Maar ik denk niet dat hij die druk met zich meedraagt van de Frenkie de Jong rol. Nee, zal Wijnaldum dan een basisplaats gaan pakken in de volgende wedstrijd, denk je? Want ik hoor al, Veerman zal waarschijnlijk niet heel veel meer spelen dit toernooi, is je verwachting? Nou ja. Ook dat weer, hè, Wijnaldum. Daar kunnen we ook lang en kort over praten. Gisteren kreeg je ook weer minuten. Fluitconcert. Ja, dat vind ik wel triest. Waarom? Waarom moet je zo'n jongen uitfluiten? Het is ook Koeman zijn keuze om hem mee te nemen en een minuut te geven. En dan moet je zo'n jongen uitfluiten die wel gewoon heel vaak belangrijk is geweest voor Nederland zelf. Ik vind dat echt schandalig, man. Dat doe je niet. Je gaat überhaupt niet je spelers van je eigen land of eigen club uitfluiten. En al helemaal niet... Nee, vond ik akelig, man. Nee, hoe ziet jouw middenveld er dan uit in de volgende ronde? Dan hebben we Reinders, dan hebben we Schouten. Simons op 10. Dat is wel wat aanvallender, want Reiner speelde in de basis tegen Oostenrijk ook op 10. Maar wel aanvallend. Ja, maar je moet wat, hè? We moeten toch, Nederlands school toch? Zeker, punt naar daarom. Voren. In de rust werd Koeman echt helemaal lijp, hebben we begrepen. Op zich wel terecht, toch? Als je die eerste helft hebt gezien. Ja, ik zou gek worden als trainer zijnde. Maar ik zou gek worden als speler zijnde. Op elkaar, op jezelf. Als je zo voor de dag komt de eerste helft. Wat echt, eigenlijk echt schandalig was, hoor. Ja, dan moet je wel kwaad zijn. Dan moet je elkaar wel wakker schudden. En het had wel een bepaald schokeffect. Want Nederland startte heel goed de tweede helft. Alleen het zakte daarna ook weer eigenlijk als een kaarthuis in elkaar. Bizar. Een hele mooie goal inderdaad van Cody Gakpo. De 1-1 waar je het over hebt. Hij ontpopt zich dit toernooi wel echt een beetje als de beste speler van Oranje voor mijn gevoel. Zeker ook omdat hij zo belangrijk is met zijn doelpunten. Ja, klopt, man. Vorige WK, het WK in Qatar, kwam die blonkie ook al uit voor Nederland. Dat doet hij nu eigenlijk weer. Goeie speler, man. Die doet lekker zijn ding, raakt niet onder de indruk van bepaalde dingen, komt niet onzeker over. Nee, prima. Maar hij liet dan wel zijn man lopen bij de 1-2. Ja, dat is ook weer iets, denk ik, wat in een aanvaller zit, man. Dat je toch wel naïef bent en denkt van, oh, dat mannetje wordt wel opgepakt of dit komt wel goed. Snap je? Toen ik voetbalde, en ik heb nu op een bepaald hoog niveau gevoetbald, maar ik was ook aanvallen en dan dacht ik ook af en toe, laat maar lopen man, wordt wel opgepakt of het komt wel goed. Gebrek aan verdedigende discipline. Natuurlijk, zo denken die jongens ook man, maar het is heel naïef en zeker op dit niveau wordt dat gewoon afgestraft. En Koeman zei het ook al in de persconferentie na de wedstrijd, zei hij ook al van, wij hebben er blijkbaar moeite mee en dat benoemde hij ook vooral specifiek in Nederland om verantwoordelijkheid te pakken en gewoon met je man mee te lopen. En nu zie je ook wel weer als je de doelpunten gaat analyseren dat er niet meegelopen wordt met je man. Ja, en dat moet de volgende wedstrijd wel echt tussen de oren geknoopt worden. Ga met je man mee, want het wordt keihard afgestraft. Dan bij de 2-3 opnieuw een moment van eigenlijk niet goed opletten wellicht. Geertruida, De Vrij en Schouten die allemaal naar de man kijken met de bal. Eén balletje ertussendoor en Sabitzer heeft alle tijd om de bal in de kruising te jagen. Ja. Dus het is niet alleen de aanvallers die niet met hun man meelopen. Nee, het was ook een gatenkaas achterin. Het was echt
bizar. Als je tot twee keer toe terugkomt in de wedstrijd en je dan toch nog je eigen laat foppen een paar minuten later. Ik vond Verbrugge daar ook niet heel lekker eruit zien. Ik snap wel dat je als doelman zijn een keuze moet maken, want hij kan hem ook nog voorgeven. Of in de korte hoek werken. Maar ja, de regel voor doelmannen zijn wel vaak, de korte hoek moet voor jou zijn. Voor de wedstrijd was Nederland al wel zeker van de volgende ronde als een van de beste nummers 3. Dan wordt het in Kelsenkirchen tegen Engeland of in München tegen de nummer 1 van de pool van België. Maar heeft dit Nederland überhaupt wat te zoeken op dit EK? Nou, als je zo speelt als gisteren, absoluut niet. Dan heb je hier helemaal niks te zoeken. Dus Nederland zal uit een heel ander vaatje moeten gaan tappen. Zowel tactisch als fysiek en mentaal, dat er ook gewoon opgeklapt gaat worden. Dat je laat zien dat je voor je land wilt strijden, man. Ik denk dat dat heel belangrijk is de volgende.